Morgenreders, traders, dit is het marktcommentaar van woensdag 17 januari. Het is nu half twaalf en um, we gaan eens kijken of de DAO inderdaad uh, begint aan de correctie. Want zoals jullie wellicht weten, in de vorige week gaf ik bij de vlog al een eerste hint. Bij de blog um, was het duidelijker. Ik denk dat um, deze koersstijging die we nu zien... Um, op Termijn absoluut niet houdbaar is. Je ziet dat de afstand ten opzichte van de MA200 um, de korte MA-banden uh, te groot is. Je ziet dat we duidelijk een versnelling omhoog maken. Distance en angle. Het lijkt alsof de Dow on steroids is. Um, en ja, dit, dit, uh, dit, dit soort ontwikkelingen zie je meestal aan het einde van een trend. Een soort climaxachtige stijging. Um, waarbij ik er natuurlijk wel bij vertel. Um, short gaan op de douw alleen omdat die hard stijgt, of omdat we tussen aanhalingstekens zeer uh, fors overboord staan. Um, dat is natuurlijk uit een boze. Je moet wachten op een teken en signaal van de markt. Um, want door schade en schande wijs geworden. Ik denk dat ik niet de enige ben. Uh, alleen omdat die tussen aanhalingstekens hoog staat, wil niet zeggen dat de Dow niet nog hoger kan. Um, want op de beurs komen uiteraard ook uitzonderlijke situaties vaker voor dan we uh, willen geloven. Dus alleen short gaan, omdat het nu zo staat, is uh, niet aan de orde. We moeten dus een of andere signaal hebben. En gisteren leek het erop um, dat er mogelijk in de dagcyclus. En top is gezet. We noteren nu 2, 4, 6, 8, 10, de 12e dag. Nou, gisteren op de 11e dag zag je een hele interessante ontwikkeling. Ik zal even de 15 minuten grafiek erbij pakken. Uh, we zagen namelijk, uiteraard, weer een oplopende dauw, zoals bijna elke dag, uh, een, een kleine correctie. En uh, we zagen hier een zogenaamde market law nummer 4. Makkadoma 4 is feitelijk een poging om een nieuwe high te maken. En die mislukt dan. Dus meestal blijft de top daar dan net onder of fractioneel boven. Maar hier zien we dus een poging om een nieuwe high te maken. Die mislukt. En onder deze Bull Elephant Bar. Dus deze solide groene bar. Dit is feitelijk een zogenaamde Green Bar Takeout. Dit was voor intraday traders een heel mooi signaal om de Dow vanaf de shortkant te benaderen voor het eerst eigenlijk sinds lange tijd en zie hier dat was toch per al een hele mooie maximaal 300 punten winst te behalen. Nou, um, dat was deze daling hier zeg maar vanaf 300 of, of 350 punten was eigenlijk, nou, dan moeten we heel lang teruggaan um, willen we deze intraday daling um, zien. Um, en mogelijk dat dit inderdaad een eerste aanzet is tot. Nou, nu zien we wel, uh, dat zie je in het hier links, um, dat het grootste deel van de daling alweer teniet is gedaan. Dus de kopers benutten deze daling al vrij vroeg. Um, dat is op zich ook niet zo verwonderlijk, want het zou mij zelf heel erg verbazen als wij een V-achtige uh, of, of beter gezegd een, een soort spike-achtige top gaan krijgen, dus het omgekeerde van een V. Um, meestal zie je dat, dat toppen toch wat langer de tijd nodig hebben, dat we dus een, een eerste aanzet naar beneden maken, zoals gisteren, dat we dan weer een nieuwe high maken, misschien even naar boven, een failed break, en dat we dan weer een poging naar beneden doen. Um, kortom, dat topvorming dus wellicht een dag of twee, drie, vier kan gaan duren. Um, dus ik wil nu niet meteen op de eerste, de beste daling gaan shorten op swingbasis. Uh, intradag uh, hadden we gisteren dus een, een eerste kans. Uh, maar het is een eerste aanzet, dus we moeten eventjes kijken. Um, want nu wordt het natuurlijk gewoon interessant. Als we hier um, mogelijk morgen of, of, of even of zelfs vandaag um, boven uh, deze high uitbreken. Dus de high van gisteren. Um, Misschien even sluiten en dan weer terugbreken. Dan heb je eigenlijk een failed break, een zogenaamde fakey patroon. Um, ja, en dat, dat kan al wat meer teken zijn dat hier sprake is van echte topvorming. Dus ik zoek nu eigenlijk naar een uitbraak omhoog uh, en breek terug. Dus dat deze vervolg boven de uh, vorige high iets boven 26.000 niet, niet gaat doorzetten. Uh, omdat, uh, om dan eigenlijk een soort, op intradagbasis een soort dubbele topvorming te zien. Zoals gezegd, nu nog niet short. Um, ik zie nog onvoldoende. Uh, je ziet ook dat de markt alweer vrij snel herstelt. Um, Desalniettemin, Kijk, als je naar de week kijkt en we, of ik ga ervan uit dat we nog steeds in dezelfde weekcyclus zitten. Um, ja, dan zie je dat die afstand hier ten opzichte van die MA-banden uh, vrij groot is. Um, we zien de laatste twee weken een, twee hele grote groene candles. Dus duidelijk afstand uh, aan het einde van de cyclus. Dus ja, mij lijkt dat hier toch wel een, een soort correctie plaats moet gaan vinden. Alleen hoe die zal uitpakken, dat weet ik niet. Het kan dus heel goed zijn, zoals hier. Wederom een correctie in tijd. Dus dat de MA-banden de koers inhalen, of zoals hier. Of dat we nu daadwerkelijk een correctie in prijs gaan krijgen. Dat we ja, misschien wel um, 5 tot, tot 10% in koers gaan dalen. Maar zoals gezegd, dat weet ik niet. Dat weet eigenlijk niemand. En het is ook niet het doel van deze uh, vlog om voor, te voorspellen, maar om feitelijk aan de hand van de markt uh, signalen op te pikken en dan scenario's te schetsen. Zodat we weten uh, wat we van de markt willen zien, afhankelijk van welk scenario. zodat we dan op, te, op, op tijd kunnen reageren en een bepaald scenario kunnen volgen. Dat is het doel eigenlijk van elke uh, trader. Goed, dus hier moeten we even een beetje afwachten. Het eerste startschot is mogelijk gegeven voor topvorming, maar we hebben op dit moment nog te weinig. Laten we nu even kijken naar de volgende uh, index, de, de DAX. Um, hier zien we de dagcyclus op 2 januari begonnen. Um, we zagen aanvankelijk een forse stijging. We zien nu een relatief normale correctie, tot nou, Zeg maar de helft van die, van die stijging. Dus dit is op zich nog niet zorgwekkend. Um, waarschijnlijk gisteren gezet de mid cycle low. We zien immers hier die knik in die korte, in die korte double stochastics. Um, dus dat zou heel goed, uh, heel goed kunnen. Um, ja, nu is het natuurlijk een zaak dat de DAX um, richting die top op gaat lopen. Immers, hè, als je naar de weekgrafiek kijkt en we dat dilemma heb ik al uh, doorgesproken vorige week in de vlog en ook in de, in de blog vooral. Het dilemma bestaat natuurlijk dat de Dow feitelijk ja, in correctiemodus staat. Einde van de weekcyclus. En dat de DAX hier, zoals het ernaar uitziet, een nieuwe weekcyclus heeft gezet. Dus uh, ja, daar divergeert het een en ander. Um, en ik kan me niet voorstellen dat de Dow nu 5 of 10% naar beneden gaat. En dat de DAX vrolijk omhoog gaat. Dus um, één van die twee moet... Wijken. Ja, ik denk als de Dow naar beneden gaat, dat de Dax dan ook gaat volgen, omdat de Dax gewoon structureel wat zwakker uh, presteert. Uh, maar misschien is mijn aanname van de correctie in de Dow ook wel onjuist en gaan beide gewoon omhoog. Dat zou natuurlijk voor de Dow uitzonderlijk, zeer uitzonderlijk zijn, omdat we al zo overstretched zijn. Um, en nu even terug voor de Dax. We hebben dus hier die Grote groene wekenkendel. We zien eigenlijk hier twee inside barretjes. Ja, niks aan de hand. Dus normaal gesproken zou je zeggen: na deze impuls omhoog, volgt nu in de tweede helft van de dagcyclus een nieuwe push richting die 13.500. Um, dat is het meest voor de hand liggende scenario. Um, en als dat niet gebeurt, dus als we hier misschien één of twee dagen. Ja, daar zal het een beetje stijgen zien, maar het zet niet echt door. Ja, dan moet je dus aan de kracht van de dagcyclus gaan twijfelen. Um, en dan zou het heel goed kunnen zijn dat we die low hier rond die 12800 nog een keer testen. En dan moet je ook aan de weekcyclus gaan twijfelen. Dus um, voor mij uh, belangrijk, hoe gaan we nu de komende dagen verder? Normaal gesproken zou je nu een aanval op die 13500 verwachten. Gezien de impuls en de correctie en het begin van de weekcyclus... Um, maar ik hou mijn ogen dus open voor eventuele zwakte hier op de weg omhoog. Uh, en dan kan het zomaar zijn dat je ja, toch een, een short rate gaat, uh, gaat plaatsen. Omdat die zwakte eigenlijk dan aangeeft dat die dagcyclus al relatief vroeg getopt is. Dus dat wordt nog vervolgd. En dan gaan we hier nog even naar de Boentfuture. De Boentfuture heeft waarschijnlijk gisteren, of nee. Um, vrijdag een dagcyclusbodem gezet. Als je gaat kijken vanaf de vorige um, bodem, of vorige um, weekbodem, he, die, die volgens mij hier staat, dan zitten we 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27 bas. Nou, dat is vrij lang het alternatief had ik al aangegeven dat is dat we hier een bodem zetten dan zou je twee korten hebben um, dat weet ik nu gewoon niet dat is ook volgens mij niet te zeggen aan de hand hiervan maar aan de hand van de indicatoren nu en is het heel goed mogelijk en het feit dat we hier zeg maar nu in deze zone zitten uh, is het heel goed mogelijk dat we inderdaad hier een weekcyclusbodem gaan zetten nou, dat zou dan het volgende betekenen um, dat je in de komende weken, 2, 3, 4, het begin ervan, het meest boel is, uh, toch weer een herstel gaat zien, ergens tot zeg maar, nou die 163, dit, dit niveau zo'n beetje. En ook hier geldt eigenlijk net als voor de, dag, voor de dagcyclus, als dit herstel nu zwak blijkt te zijn, dus dat we een beetje rond die niveaus blijven hangen, um, en vanuitgezet dat de weekcyclus inderdaad gezet is, als dit herstel zwak blijkt te zijn, ja, dan kan het heel goed zijn dat we hier een lagere top maken in de week. En dat we dan, kijk even naar de maandchart, te maken hebben hier met eigenlijk één groot topvormingsproces in de maand. En dat we inderdaad aan het begin staan van een vrij grote correctie in de boend, dus stijgende rentes. Nou goed, zover is het nog niet, maar het wordt nu wel spannend um, in hoeverre de boend <coughs> vanaf dit niveau weet op te veren als die opvering vrij mild is. En ja, niet overtuigend, dan uh, is dat inderdaad een mogelijke kans voor een swing short trade op weekbasis zelfs. Maar laten we eerst even naar de dag kijken. In de dag eerst de referentiepunten zeg maar rond die 161, 50, 162 in deze zone daarboven 163. Um, nogmaals, ga ik ervan uit dat dit de dagcyclusbodem is en dit is de weekcyclusbodem. En dat laatste weten we natuurlijk nog niet, omdat we hier nog niet die knik hebben in de Double Socastics. Dus het zou in principe ook nog kunnen zijn dat we de weekcyclusbodem nog niet hebben gezet. Um, dat, dat is gewoon een van de ja, kenmerken van de cyclus. Je ziet de bodem meestal net iets later. Um, en daarom proberen we middels de kleinere timeframes, dus in casu de dag. Um, daar feitelijk een beetje op voor te sorteren. We kunnen nog even checken naar de Um, tweedaagse. Nou, die tweedaagse leidt inderdaad keurig de bodemen. En hier zien we ook al voorlopig de knik. Dus dat zou erop duiden dat de week inderdaad um, nu gezet is. En um, ja, dan moeten we dus kijken, zoals ik zei, hoe ziet het herstel eruit. Um, voor de traders nu, um, we zien nu een wat oplopende boend. Als zeg maar, een eventuele correctie beperkt blijft zeg maar, tot 160,5, dan zou ik daar wel een, een, een long trade aan willen gaan met een krappe stop voor een herstel richting die 162, 163. Um, dus dat zijn zeg maar, kortere trades. En op de lange termijn wil ik inderdaad eventjes kijken wat we dan hier op de weekbasis doen, of dat inderdaad een lage top wordt gezet, of dat we toch weer vrij makkelijk doorstoten richting die 163.